Hé, hey, een brief. De heer C. Bakker, Vrij Limburg. Maak ik hem open of zal ik hem dichtlaten? Nee, ik laat hem toch dicht. Ben hangt het volgende station in Stilburg in Vers. Zal ik hem hier bij de politie achterlaten of neem ik hem toch mee naar huis? Ja, kun je even langskomen? Waar heeft u deze vandaan? Gevonden. Wij handelen het verder af, dat is goed zo. Goedenavond. Een groep extremistische Limburgers heeft in Den Haag de Nederlandse regering omvergeholpen. Om 6:30 drong een groep van 8 gewapende mannen binnen in de conferentiezaal, waar op dat moment een hevig debat gaande was omtrent de omstreden website van PVV, het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. In de straten van alle grote steden in Nederland zijn rellen uitgebroken tussen voor- en tegenstanders van deze machtswisseling. Hé, hey, een brief. De heer C. Bakker, Vrij Limburg. Maak ik hem open of zal ik hem dichtlaten? Goedemiddag, het volgende station is Stilburg in Vers. Partij voor Vrij Limburg zal een politieke actie, tenminste de rechten en de raad, voor Limburgs georiënteerde overheid. Hierbij verzoeken wij jullie om op te staan en de VVL met alle mogelijke middelen te helpen. Hervormen van Nederland, de frisse transformatie van overheid en bewind. Zal ik de inhoud van deze brief tweeten of zal ik dat niet doen? Ik zet het op internet. Zal ik hem hier bij de politie achterlaten of neem ik hem toch mee naar huis? Ja, kun je even langskomen? Ja. Ja, zo. Waar heeft u deze brief vandaan, meneer? Gevonden.
Wij handelen het verder af, het is goed zo. Goedenavond. Een poging om de Nederlandse regering omver te werpen is mislukt. Om 6:30 probeerde een groep van 8 gewapende mannen binnen te dringen in de conferentiezaal, waar op dat moment een hevig debat gaande was omtrent de omstreden website van PVV, het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. Eerder vandaag was via Twitter een bericht verspreid dat dit zou plaatsvinden. Hierdoor konden er op tijd maatregelen getroffen worden en werd zo een machtswisseling voorkomen. Heel Nederland viert feest op Limburg na. Een brief. De heer C. Bakker, Vrij Limburg. Maak ik hem open of zal ik hem dichtlaten? Goedemiddag, het volgende station is Tilburg in Versen. Partij voor Vrij Limburg zal een politieke actie, tenminste de rechten en de raad, voor Limburgs georiënteerde overheid. Hierbij verzoeken wij de dringend op te staan en de VVL met alle mogelijke middelen te helpen. Hervormen van Nederland, de frisse transformatie van overheid en bewind. Zal ik de inhoud van deze brief tweeten of zal ik dat niet doen? Ik zet het op internet. Zal ik hem hier bij de politie achterlaten of neem ik hem toch mee naar huis? Goedenavond. Een poging om de Nederlandse regering omver te werpen is mislukt. Om 6:30 probeerde een groep van 8 gewapende mannen binnen te dringen in de conferentiezaal, waar op dat moment een hevig debat gaande was omtrent de omstreden website van PVV, het meldpunt Midden- en Oost-Europeanen. Eerder vandaag was via Twitter een bericht verspreid dat dit zou plaatsvinden. Hierdoor konden er op tijd maatregelen getroffen worden en werd zo een machtswisseling voorkomen. Heel Nederland viert feest op Limburg na.